Zo, het najaar is ingetreden. Je ziet aan het weer, het regenachtig, zuidwestenwind. Ideale omstandigheden. We zijn op mijn lievelingsplek, de boot. Ik ga jullie meenemen in mijn bootvisserij. Ik heb de stek een paar dagen voorgevoerd. En allereerst gaan we nu twee andere stekken aanvoeren. Gaan we daar de nachtvisstek doen. En dan neem ik jullie mee en date tot vanavond. Dan tunen we even bij jullie in. En dan gaan we laten zien dit weekend hoe ik het aanpak. Ja, waarom ik het zo leuk vind, dat bootvissen. Ja, en hopelijk kunnen we wat moois voor de camera brengen. Maar nu snel opschieten, want er komt een hele hoos regen deze kant op. Dus motor starten en dan zien we jullie zo. Zo, aangekomen op de eerste nachtverstek, voor de eerste nacht. We hebben twee stekken aangevoerd. Die laten we even lekker met rust. En hier heb ik eigenlijk van de week al een keertje voorgevoerd. Dus we gaan snel alles opzetten. Steekpalen in de grond duwen. Ja, en dan kan het gaan beginnen. Ik heb er zin in. Het is, alles klopt. Nu is het licht aan de vis om te gaan bijten. Dus we gaan snel de hengel doen. En dan tunen we zo bij jullie in. Zo, aangekomen. Snel even drie onderlijnen knopen voor vannacht. Ik had ze helaas nog geen tijd om het voor te bereiden en het thuis te doen. Dus dan maak ik ze altijd even snel langs de waterkant. Ik neem een stukje skinlink 30 lb. Strip ik het eerste stukje. Niet te ver. Dat ik een nice of een mooi een stijf stuk heb en een soepel stukje. Omdat ik met een groot aasvis, 24 mm. Ja, moet ik wel zorgen dat ik iets meer strip, omdat ik natuurlijk de lus moet maken die wat groter is dan dat je met kleine aas vist. Dus het zal ongeveer een centimeter of 20 zijn wat ik strip. Want de lus wordt natuurlijk best wel wat groter. Dan maak ik het eventjes nog een paar keer na dat hij nog wat mooi soepeler wordt. Dan pak ik een redelijk grote lus van een centimeter of 8 tot 10. Want er moet een grote bolie op en ik vis één hengel met een pop-up erop, dus een snowman. Dus die moet nog zelfs iets groter worden. Zo, de lus zit erin. Omdat het wat zachtere bodem is, vis ik hem toch relatief wat langer. Op een echt zachte bodem, omdat we hier op echt een veenwater zitten, is het in het midden eigenlijk echt van die veendrap. Op die hengel vis ik dus met het helikoptersysteem. Dat zal ik ook morgen even laten zien hoe ik daar vis. Maar deze twee hengels doe ik tegen de kant aan. En dat zijn eigenlijk een soort van dijkjes. En daar net naast heb je nog een harde kleibodem. Dus twee hengels vis ik vaak op het klei. En één hengel vis ik vaak echt in die trap, echt in die veenbodem. En de ene keer zijn de hengels juist die tegen de dijk aflopen. En soms is eigenlijk alleen de hengel die in die trap ligt. Dat ligt er toch aan. Ja, natuurlijke voedsel. Er zit natuurlijk veel bloedwormen in die veenbodem. Veel natuurlijk voedsel. Dus zo blijf ik toch kan ik op alle tweede manieren vissen. Dus ik ga snel verder. Pak een klein stukje siliconen rubber. Dat doe ik ervoor zorgen dat hij op de haakbocht komt. Dus om de inhaking ook te verbeteren. Klein stukje siliconen tube erop. Best wel een grote haak, haakmaat 2. En waarom een haakmaat 2? 1, omdat ik met grote bolies vis. Dus ja, er moet echt wel, in mijn beleving, een wat grotere haak hoort bij een wat groter aas. Vis op heel groot water, waar eigenlijk heel weinig hengeldruk staat. Dus er is niet echt sprake van dressuur. Dus het is niet zo dat ze heel voorzichtig aas. Het is eigenlijk gewoon, als ze op je plek komen, dat je best wel, dat ze best wel natuurlijk azen. Zonder al te veel argwaan. Waarom gebruik ik nog meer een grote haak? En de klauwhaak
Omdat we toch al in de lelies vissen of in de buurt van lelies. En ze toch vaak die lelies zoeken ja, in vluchten nadat ze gehaakt zijn. Een haakmaat 2 geeft in mijn beleving toch meer houvast. Dat je gewoon ja, die vis makkelijker en minder vissen verspilt als je echt wel in die lelies vist. Heb ik ongeveer een ja, centimeter of ja, 10 hou ik echt wel over voor de bolie. Twee keer draaien. Van achter naar voren. En zo maak ik even snel 3 onderlijntjes. En zo meteen kom ik even terug bij het krimpkous. Want ik doe dat ook op een speciale manier. En dan ga ik jullie laten zien hoe ik dat doe. Wat bij mij eigenlijk ja, op dit water ja, echt wel de meeste houvast geeft in de bekken. Dus dat laat ik jullie zo zien. Zo is hij perfect. Kleine bocht erin. Dat hij eigenlijk best wel agressief houden, agressief prikt. Een beetje zo ja, het model van een ja, Ronnie eigenlijk zo, maar dan eigenlijk op de bodem. En dan het levert mij vaak ja, diepe prikkers. Dat heb je nodig om veel ja, druk te kunnen zetten als ze vastzitten in de lelies. Dus, het is eigenlijk heel makkelijk. Je laat hem even in het kokende water. Hij schrinkt eigenlijk direct. En dan heb je eigenlijk ja, 5 tot 10 seconden om nog wel de bewegingen of de curve erin te krijgen die je wil. Is het niet zoals je wil, zeg je nou, hij staat toch iets te strak. Doe hem er gewoon terug in. Eventjes, is hij helemaal recht. Dan heb je toch weer die 5 seconden eigenlijk zo om te bewegen. Ja, zo is het in mijn ogen perfect. Zo, de onderlijn is eigenlijk knoopt. Nu is het een kwestie van de onderlijn aan de montage doen. Zoals net al zei, ik vis 1 hengel. Ja, echt in die veenbodem vis ik met het helikoptersysteem. Met de kant-en-klare leaders van Nest die net nieuw zijn. En makkelijk van een helikoptersysteem is dat je eigenlijk met een tungsten bead eigenlijk heel makkelijk de hoogte kan verstellen. Van ja, hoe ver je lood ja, denkt in de ja, slip of in weg te zakken. Het is best echt wel, zoals je aan de steekpalen net zag, is het echt een hele zachte bodem. Dus ik zet hem echt wel ja, ongeveer 30 centimeter ervan af. Dan weet ik gewoon zeker dat mijn onderlijn ja, eigenlijk zo, ik denk zo ongeveer een centimeter 15 eigenlijk op de bodem komt te liggen. En dat is gewoon ideaal, heb je geen last van dat je haak mee wordt getrokken ja, in de bodem met het lood eigenlijk. En dat je eigenlijk altijd mooi kan bewegen eroverheen eigenlijk. En het voordeel is van ja, die helikoptersysteem is, zodra de vis, ja, zodra je lijnbreuk hebt, is eigenlijk een hele visveilige manier. De onderlijn zal omhoog gaan, de tungsten bead zal over de lus heen gaan en over je hoofdlijn. Ja, totdat eigenlijk waar je hoofdlijn gebroken is. En dan zwemt de vis eigenlijk alleen nog rond ja, met de onderlijn. En dan is het eigenlijk de visveiligste ja, manier om ja, verantwoord in obstakels en tegen obstakels te vissen. Dus het is echt wel een essentieel product. Als je in veenbodem zit, tegen obstakels, is eigenlijk een heel allround super makkelijk. Ja, ze komen eigenlijk zo uit de verpakking. Het is een loodje eraan doen. Tungsten bead erop, hoofdlijn bevestigen en je bent klaar. Dus super makkelijk. Ga snel doen, want we zijn eigenlijk al helemaal doorweekt. En we moeten de lijn nog uitvaren. En het gaat steeds harder regenen. Dus we gaan even tempo maken. En dan ja, hopelijk kunnen we nog voordat donker is een vis laten zien. Want het najaar is weer begonnen. En ook helaas wordt het dan eerder donker. Ik denk dat het al ja, om 8 uur al weer pikken donker is. Dus we gaan snel te werk. We'll be right back.
Zo, we liggen alle drie in. We zijn eigenlijk al aardig doorweekt. We zijn zelf ook al toe aan een lekkere maaltijd, want ik heb nog niet gegeten eigenlijk. Dus ja, laten we hopen dat de moeite beloond wordt. En dat we jullie morgenochtend een mooie vis kunnen laten zien. Ik heb hier voor alle vertrouwen in. De omstandigheden zijn super. Dus ja, nu staan de vissen. Daar gaan we zelf een hapje eten. En dan zien we jullie morgenochtend. Niet panikeren nu. Werd even onderbroken tijdens het foto's maken van de spiegel. En snel erachteraan gaan. Hij zat onder een houten schroeisel. Hij was eigenlijk doorheen gezwommen en weer daarachter in het ledenveld terechtgekomen. Dus ik moest eventjes met handen en voeten moest ik hem eventjes erachteraan. Maar als je rustig blijft en niet te veel aan de lijn gaat trekken, dus gewoon laten gaan, dan is het ledenveld eigenlijk. Ja, werkt als een soort van elastiek op de vis. Dus als je gewoon spanning erop houdt en eigenlijk niet te veel trekt, want dan heb je vaak kans dat de lijn breekt. Dan heb je gewoon, kan je makkelijk naar de vis toe gaan. Dan heb ik altijd, gebruik mijn schepnet stil om de lijn mee op te pakken. En dan trek ik hem vaak gewoon het laatste stuk met mijn handen af. En zo heb ik toch weten te landen. Dat was een mooie schub. Ik heb hem wel direct laten gaan. We hebben hier nog deze vissen, dus dat was meer dan genoeg. Dus deze gaan we opnieuw inleggen zometeen. En dan weet volgt er op deze stek gewoon nog een vis. Zo, kijk eens wat een heerlijke start van de sessie. Deze kwam midden in de nacht op een grote voerplek 24 mm met tijgenoten. En kijk eens wat een parel van een vis. Mooi donker van kleur ook al. Een dikke buik, dus echt al goed bezig om een goede reserve aan te maken voor de winter. Dus ze lusten wel het voer. Dus ik durf ook wel gewoon genoeg te voeren. Dus echt een stek te houden, het is een groot water. Met een best wel groot bestand met vis. Dus je kan gewoon best op zulke water gewoon. Ja, dan hoef je niet te bang zijn om nu te weinig te voeren. We hebben er nog eentje in de sling die we deze ochtend hebben gevangen. En die gaan we zo meteen erbij pakken. Daarna gaan we op naar de dagstekken. Dit was de nachtstek. Dat heb eigenlijk al prima verlopen. Dus we zijn benieuwd wat de nachtstek gaat brengen. We gaan er een paar mooie foto's van maken. En dan gaan we er weer laten zwemmen. Zo, kijk eens wat een tweede parel. Een mooie dikke spiegel weer. Kan zo'n broertje of zusje zijn van die eerste van daarnet. En het grappige is, die eerste spiegel vind ik op een harde bodem. En deze kwam eigenlijk op de hengel midden in de veenbodem eigenlijk. Met het helikoptersysteem. Haakmaatje 2, klauwhaak. Had ik wel nodig, want hij schoot vanuit de veenbodem eigenlijk vrij van bestaken. Schoot hij zo de lelies in.
Dus ja, nog super goed houvast. We hebben nog geen vis, nog geen vis verspild eigenlijk. Dus dat is eigenlijk super mooi. Dus ja, deze zie je maar. Op harde bodem en zachte bodem heeft resultaat opgeleverd. En kijk eens, wat een prachtige vis. Super blij mee. We zijn er weer. Wat hebben we gedaan? Een korte break. Waarom? Moet je even wat suiker halen bij de supermarkt en batterijen. Want ik was deze keer voorbereid. Alleen Lamperlul aan de andere kant, die was niet voorbereid. Ik heb de batterijen gehaald. Ja. Okay. Zullen we lekker de hele tijd praten? Hè? Zo, de aankomende dagstek. De eerste engel ligt in. En zoals jullie hebben kunnen zien, daar ligt hij tussen de lelies in eigenlijk. Hij ligt echt in de hotspot, zoals ik het altijd zeg. En het is belangrijk dat die lelies die groeien in die veenbodem. Dus ik heb die prikstok poddingstick meegenomen. En dan heb ik echt die rand opgezocht. Ja, van eigenlijk de kleibulten. Dus de oude dijken die er lopen nog. En daar net naast begint eigenlijk die veenbodem. En daar beginnen dus de lelies ook. En daar azen ze dus voornamelijk. En er zit ook een beetje natuurlijke voedsel. Ik heb net die randjes opgezocht. Uit ervaring weet ik dat ze net langs die randen gaan manoeuvreren eigenlijk. En dat eigenlijk vaak de plekken zijn op deze stek waar ze langs gaan. Dus een poddingstick is echt essentieel. Ik heb er een kleinere snowman aan gedaan. Die ook een beetje wat langzamer naar de bodem valt. Dat eigenlijk, ja, niet op heel hard, ook niet op heel zacht. Maar toch belangrijk om niet met de zwaar lood te vissen. Op mijn helikoptersysteem, zoals vis. Dus ja, ik heb er heel veel vertrouwen in. Dus dit is vaak wel een hengel die snel afloopt. Dus we gaan hem snel neerleggen en dan twee andere lijnen uitvaren. Zo. De laatste hengel ligt erin. Alle drie liggen ze spot aan. En ik ga jullie zo meteen laten zien hoe ik het hier aanpak. Hoe je op een visveilige manier eigenlijk in zulke obstakels kan vissen. En dat je eigenlijk maar heel weinig vis of zelden vis eigenlijk verspilt. Dus daar kom ik zo even op terug. Dan ga ik gewoon even van A tot Z alles bespreken. Ja, hoe ik het aanpak. En zodat jullie eigenlijk ook zelf zo'n visserij kunnen toepassen. Zo, ik heb jullie meegenomen in mijn visserij op de boot. Maar nu belangrijk is, hoe pak ik zo'n groot openbaar water aan? Wat doe ik qua voorbereiding? Wat is in mijn visie toch wel de belangrijke punten die je mee moet nemen op een groot water? Om de vis te zoeken, vast te houden en de juiste stekken te kiezen. Ik kies er vaak voor om toch op voorhand een weekend te gaan peilen, rondvaren. Vaak neem ik een prikstok mee. Een dieptemeter, een hengel neem ik mee. Dus echt om te zorgen dat ik gewoon ter voorbereiding goede stekken kan vinden. Deze zet ik in Google Maps neer.
Dus dat ik weet eigenlijk op iedere plek die ik ben geweest die goed is. Markeer ik daar eigenlijk alle punten eigenlijk die interessant zijn. Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld op dit water heb je veel lelievelden, ondergelopen eilanden. Je hebt hele grote openbare stukken, dus echt heel groot, grote wijde stukken. Bijvoorbeeld met mosselbanken. Dat zijn allemaal eigenlijk hele mooie features. Je hebt havens. Ik heb me vooral gefocust echt op die lelies, omdat ik denk van dat daar heel veel natuurlijk voedsel in zit. Dat dat een beetje een holding is voor de vissen, waar de vissen ook kunnen schuilen. En dus eigenlijk ook vaak op de dag kunnen relaxen. Dus daar kies ik ook vaak voor om dit soort steken overdag te bevissen. Ook uit visveiligheid heb je overdag al wat meer zicht ook. Als je een aanbeter hebt, dat je makkelijker kan zien waar die is en naartoe gaan met de boot. Vind ik het visveiliger om eigenlijk overdag deze steken aan te pakken. Dus als ik een weekend goed heb gelokaliseerd waar ik wil gaan vissen, dan plan ik eigenlijk een tweeweekse voercampagne in. Waar toch al heel grof voer, zeker omdat het water uit honderden hectares bestaat en heel veel witvis zwemt er. Ze hebben een heel groot bestand aan karper. Niet al te grote vissen, maar wel heel veel vissen. Dus je moet al snel rekening houden dat er misschien wel honderden karpers zwemmen op dit soort water. Dus dat bijvoorbeeld een kilo bolies niks is. Dat eigenlijk zo weggegeten is en dat een vis daar door geen stekherkenning gaan herkennen. Meestal voer ik zo tussen de 10 en 30 kilo per voerbeurt. Dit is dan voornamelijk met tijgenoten en bolies. Zoals eerder aangegeven voer ik ook tijgenoten. Omdat ik denk toch dat die vis wat langer op de stek blijft en toch wat vaker terugkomt op die voerstek. Want dat ik alleen met bolies zou voeren. Ik voer ook wel veel grote bolies, dus dat zijn toch minder aasopnames dan dat je met kleine bolies zou voeren. Dus dan voer je naar verhouding minder bolies, dus er staan minder aasopnames. En ik wil juist dat ze die stek regelmatig komen bezoeken gedurende mijn voersessies. Dus dat is wel iets heel belangrijks. Ook is het zo dat tijgenoten minder snel in die veen, in die echt die prut zakken. En dat die bolies soms toch in die hele zachte bodem een klein beetje in die sliplaag gaan. Dus zo heb je eigenlijk overal voer. En altijd heb je voer op de bodem en op die prut liggen. Dus dat is wel heel belangrijk. Ik voer vaak twee keer in de week. En dan twee keer eigenlijk een hele grote hoeveelheid. Beetje afhankelijk natuurlijk met het seizoen. In het voorjaar zou ik een stuk minder voeren. Zou ik ook wat kleiner aas gebruiken. 15 mm. Soms wat hennep erbij. Dan bijvoorbeeld in het najaar. In het najaar voer ik eigenlijk tot het maximale op. En ben ik eigenlijk niet bang om te veel te voeren. Ik denk dat je soms nogal meer kan voeren dan 30 kilo per keer. Omdat ik toch vaak al direct een aanbeet krijg. Of eigenlijk in alle gevallen in het najaar is het voer altijd weg. Dus dan heb je eigenlijk niet te veel gevoerd. Verder is het heel belangrijk qua aas. Om op die veenbodem, want het natuurlijk is vaak een stinkende laag op de bodem. Als je daar direct de bolies uit de verpakking op zou gooien, dan zal eigenlijk de bolies neemt natuurlijk water op. En zal die geur van die bodem opgezogen worden in die bolies. Ik vind het fijn om altijd de bolies eventjes voor te soken in een flavor. Hierbij gebruik ik al de Scopex Squid flavor voor. Doe ik gewoon een dag van tevoren. Vul ik mijn emmers met bolies. Vul ik met net eigenlijk dat de bolies onder water zitten. En hier voeg ik eigenlijk de flavor aan toe. Dat die bolies gewoon goed vol zijn. En geen nieuwe geur meer opnemen. Dus als je op de bodem gooit, zullen er eigenlijk geen vieze, rottende bodem opnemen. En heb je eigenlijk al de geurende bolies. Dus dat vind ik altijd wel iets heel belangrijks. En doe ik altijd in mijn voercampagnes. Verder is het heel belangrijk in de boot. Je ziet natuurlijk dat ik in de lelies aan het vissen ben. Ik vind wel zo dat je natuurlijk op een verantwoorde manier moet vissen in de lelies. Zoals je hier ziet, zit die vis direct in de lelies. Zwemt er gelijk doorheen. En je laat vaak de vis gewoon gaan. Ik probeer eigenlijk niet te veel druk te zetten direct. In mijn ervaring is dat als je druk gaat zetten, komt er veel druk op de haak te staan. Waar er soms de ruimte komt dat die vis, of zelfs als je te veel druk zet, dat die gaat uitscheuren. Dat wil je natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Ik heb ook altijd een anker mee in de bijboot. En zodra ik bij de vis ben,
gooi ik het anker uit de boot. Want je wil niet eigenlijk op sleeptouw worden genomen door de lelies heen. Dat geeft je vaak, ja, dat geeft de vis eigenlijk meer mogelijkheden om andere obstakels op te zoeken. Soms heb je ook al ondergevallen bomen. Daar weet je alle tijden ja, uit de buurt blijven. En dat houdt zich eigenlijk gewoon in een draaicirkel van 5 meter. En zo kan je gewoon rustig, zoals normaal eigenlijk, gewoon de vis aftrillen. Ja, in mijn ogen hoef je daardoor niet minder vissen te verspelen ja, dan gebruikelijk. Je moet op een paar dingen letten op je montage. 1. Heel belangrijk, visveilig. Dat de vis bij lijnbreuk ja, direct eigenlijk de hoofdlijn verliest. En eigenlijk alleen met de onderlijn blijft doorzwemmen. Daar gebruik ik zoals eerder aangegeven de hele systemen van Nash. Die zijn zo kant-en-klaar uit verpakking te halen. Je hoeft er een lood aan te bevestigen en een onderlijn. En ja, je knoopt hem eigenlijk vast aan je hoofdlijn. En dan ben je eigenlijk helemaal klaar om te gaan. Kan je op geen... Dat is in mijn ogen de visveiligste manier. En ja, mocht die breken, dan heb je altijd dat die vis alleen met een onderlijn ja, wegzwemt. Verder vind ik het belangrijk om grotere haken te gebruiken dan ja, misschien die ik normaal gebruik. Vismaatmaat 2 of 1. Dat zijn ja, voor sommigen best wel forse haken. Maar je vist ook vaak, of ik vis vaak met groot aas. Daar wil ik ook wel een grote, ja, grote haak op zetten. Ook heb je natuurlijk wat meer druk wat je moet zetten natuurlijk, dat je in de lelies vist. Maar dat is ook wel weer het voordeel van een grote haak. Pakt meer vlees en blijft beter zitten. Zorgt er ook voor dat hij minder snel uitscheurt. Dus in mijn ogen ook een ja, wat vriendelijke manier dan dat je in dit soort omstandigheden met een kleinere haak ja, zou gaan vissen. Dus ja, dat is altijd belangrijk. Verder is het belangrijk om het net alvast klaar te leggen in de boot. Zorg dat je elektromotor klaar staat om te starten. Ja, eigenlijk met één stap ben ik eigenlijk in de boot. Kan die direct naar de vis toe. Ja, dan heeft het ja, tot nu toe in ieder geval geen verspeelde vis opgeleverd. En ja, hebben steeds eigenlijk ja, supermooi gehaakte vissen binnengehaald. Dus ja, we gaan hopen of we nu op deze dagstekken ook een paar mooie vissen kunnen laten zien. We gaan ook laten zien hoe we hier ja, de trill, hoe we het hier met trillen doen. En dan heb je wat beter zicht ja, als die gaat, hoe ik dat doe en hoe ik het in de praktijk allemaal ja, waar maak. Zo, zoals jullie kunnen zien is de regen weer aangebroken. Ik denk nou dat er een front aankomt van tenminste 10 uur. Dus ik denk dat jullie ons nog wel vaak in de regen zien. Helaas is ja, tot dagstek nog niks qua actie. Een beetje teleurstellend. Ik had eigenlijk al verwacht dat die binnen een half uur zou aflopen. Dus helaas moet ik jullie vertellen dat er nog helaas geen vis is. Dus ik ga even twee engels opnieuw doen. Eén engel even op een andere stek leggen. Waar nog geen voer ligt. En de andere terug op de plek om even gewoon ja, alles opnieuw te ja, verversen eigenlijk. Hopelijk ja, levert dat wel wat op. Ja, de omstandigheden ja, lijken heel goed. Alleen het is wel zo met die ja, lang aanhoudende regen dat er natuurlijk wel een hoop koud water in het water komt. Dus dat is soms voor de vis, reageert niet altijd goed op. Maar goed, we gaan ons best doen. En tune in als we vis hebben. Dus hopelijk deze avond nog. En anders morgenochtend.
Zo, ze liggen alle drie weer perfect in. Ik heb deze hengel op een nieuwe plek neergelegd, waar nog helemaal geen voer bij lag. Heb ik een strategisch punt. Eigenlijk waar links op de kop eigenlijk, waar een klein slootje doorheen loopt, naar dit grote stuk toe. Deze hengel heb ik teruggelegd op de plek waar die lag. Ik heb even een nieuw aanstra gedaan en wat bodems en tijgenoten omheen gegooid. Deze heb ik gewoon nog laten liggen, omdat de tweede hengel zat het aanstra nog perfect aan. Ja, er was geen reden om deze te controleren op kreevis of andere witvis. Dus ze liggen nu alle drie weer perfect in. Laten we hopen dat de vis langskomt deze nacht. En we morgenochtend jullie een mooie vis kunnen laten zien. Wij gaan nu zelf ook lekker een hapje eten. Het is echt troosteloos weer. We moeten echt even lekker iets warms gaan eten, want de temperatuur is ook al lager aan het gaan. En we gaan lekker eten. Dan gaan we lekker vroeg naar bed. Dat is weer een lange dag. En dan hopelijk deze nacht een mooie vis. Zo, goedemorgen iedereen. Kijk eens wat een mooie schub. Ik had gisteren de cameraman beloofd ik om direct actie te krijgen op deze stek. Helaas duurde het meer dan 16 uur voordat de eerste aanmeld kwam. Maar deze ochtend kwam dan toch. We zijn drijfnat. We hebben eigenlijk constant regen gehad. Ja, we zijn eigenlijk er helemaal klaar mee. We zijn zeiknat. De stemming is bij de cameraman ver te zoeken. Dus ik ben blij dat ik dadelijk weer naar huis kan. Dus kijk eens wat een prachtvis. Ik hoop dat ik jullie een mooie inkijk heb kunnen geven op een van mijn favoriete visstijlen. Vissen vanuit de boot, de vrijheid die je hebt en de mooie plekjes die je komt en de supermooie vissen die je kan vangen. En, dit is ook weer een supermooie schub. En kijk eens op de vinnen, kijk wat de grote vinnen erop zitten. Iedere vis is toch weer anders. En zo is het persoonlijke karakter en dat maakt het toch juist zo mooi. Ja, wij gaan het hier afsluiten. We gaan de steekstokken eruit halen, hengels binnendraaien. En straks lekker een warme douche nemen. Want dat hebben we wel verdiend, denk ik. Bedankt voor het kijken. En vergeet zeker niet te abonneren op het kanaal. Jullie gaan nog veel mooie films zien dit jaar. Dus we hebben nog veel mooie avonturen op de planning staan. Dus stay tuned. En tot de volgende keer. Ja. Oh, Marco, oh. Ja. Moet ik gaan vertellen? Ja. Zo. Daar ze. Poeh. Daar ze, ja. Waar is ze? Waar is mijn boot? Waar is mijn boot, ja? Raus. Boot. Dit zijn. Ja, weet ik niet. We zijn 5 minuten bezig. We hebben geen motorpech. Nee, ik denk dat hij niet goed. Ik heb geteemd. Maar het moet even van de lucht worden. Ja. Af en toe een puffertje erbij. Kijk eens. Kom. Kijk. Kijk hoe niks in de motor zit. Ja. Hij de eerste keer dit. Het komt gewoon door het weer. Oh. Oh. Godverdomme. Ja, ik weet het al. Amateuristisch foutje. Ik had de choker aan laten staan. Ja, dat is filmstress. Dat is filmstress. Confettini's. Hey. Confettini's, jongen, bam. Gaat niet, okay. Lekker, lekker. Disco kleurtjes erop. Als je even erin zit, moet je gewoon even een confettini's nemen.
Er zitten kikkers in, hè? Ja, kikkers. Kikkers in verwerken.